De Nederlandse kampioenschappen pupillen en famkes 15 per toeren op list. En de koers hebben ze weer een Makkum aan je 6 bieren, Pieters bieren. En Makkum hier in 2012 ik al woon en dat dient ik in 2013. In die tunnel hier, Lopke Flasboom en Anouk Smink. Kirsten, geweldige dag, Joert. Hier hun dag. Het is in de eerste omloop Kirsten ze 4 om 1 en 6 waartje in Jensen. De tweede omloop weer het per uur van Gwijn Gitterlicht, met 4 om 2, 6, 4. En in die hele finale woonden ze van Belsen met 4 om 3. En in de finale zijn Volsgeren met 4 om 4 en 6 gelijk. Volsgeren woont de tweede prijs. De eerste omloop woonden ze in Wommels, 4 om 3 en 6 gelijk. De tweede omloop woonden ze voor het per uur van Arem. Maar 4 van Matraaien en een skinner 6. En in de hele finale keerden ze het in het parduur van Anjem. En dat weer 4 van Matraaien 6 2. Het een prachtig mooi keerdsparduur Marije Swering en Marit Volkertsma. De derde prijzen weer in de parduur van Belsum. Anna Joostema, Marit Jelsma en Tessa Rijtsma. Zij woonden dus de derde prijs. En de derde prijs waar ik woon trok het parduur van Anjem. En geweldige keerdsers Eline Corné en Antje de Vries. Het wiegeneertje, mooi 15 per toeren op de lijst bij de Nederlandse kampioenschappen Pupillen Famkes. Terug de winnaar Makkum in die tournier, Lopke Flasboom en Anouk Smink. Zij woonden de eerste prijs en bij Nederlandse kampioenschappen Pupillen Famkes van 2013.